Elk lichaam bevat een zenuwstelsel. Dit zijn een soort kanaaltjes in jouw lichaam die de besturing van de spieren regelen. Een erbsparese, ook wel bekend als een plexus brachialis lesie, is een verlamming van een arm. Het ontstaat wanneer zenuwen in de plexus brachialis, de zenuwaftakking van het ruggenmerg naar de arm, beschadigd raken door trauma. Dit gebeurt meestal bij de geboorte, wanneer een baby vast komt te zitten. In dat geval wordt er hard getrokken aan het hoofd of de armen, waardoor de zenuwen kunnen beschadigen. Het kan ook ontstaan wanneer de baby in stuitligging geboren wordt. Naast ontstaan bij de geboorte kan het ook ontstaan bij verkeersongevallen. Er zijn drie soorten beschadigingen aan de zenuwen. De zenuwen kunnen opgerekt worden, breken of uit het ruggenmerg scheuren. Dit laatste heet een avulsie. Er zijn daardoor heel veel verschillende gradaties in de erbsenparese. Bij de ene persoon is het niet of nauwelijks te zien, terwijl het bij de andere heel zichtbaar is door vergroeien van de arm. Het komt bij ongeveer 3 op de 1000 geboortes voor. Bij ongeveer 80% van de gevallen, wanneer de zenuwen enkel opgerekt zijn, herstelt het lichaam de schade. Er is geen genezing voor erbsenparese. Behandeling bestaat uit operaties op jonge leeftijd, waarbij wordt gepoogd de zenuwen te reconstrueren. Soms door stukken zenuw uit de benen te gebruiken en door beschadigde zenuwen op niet beschadigde zenuwen aan te sluiten. Voor mensen die leven met deze beperking zijn in de wereld veel verschillende patiëntenverenigingen. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld de Erbsenparese Vereniging Nederland. Deze verenigingen, en nog vele andere, maken zich er hard voor om ervoor te zorgen dat men bekender wordt met erbsenparese en dat mensen met een erbsenparese zich gehoord en gezien voelen.